De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen. Serieuze sprekers. Met onze volgende spreker krijg je liever geen ruzie. Al valt dat nog wel mee volgens presentator Matthijs van Nieuwkerk. Je ziet er zeer fatsoenlijk uit. Ja. Helemaal niet gewelddadig, lijkt mij. Hij was al een geestelijke vader voor hij echt papa werd. In 2004 gooide hij grote ogen op het filmfestival van Cannes met zijn film Flatlife. Daarna stapte hij in de tv-wereld en dat deed hij zelden gehinderd door enige vorm van stijl. Intussen maakte hij samen met Julie Mayeux misschien wel de beste Vlaamse fictiereeks ooit. Kortom, het beste bewijs dat als hij het echt wil, dat het ook heel erg goed kan zijn. Mag ik u applaus voor Jonas Geirnaert? De Spreekbeurt. Jonas Geirnaert. Goedenavond. Ik ben Jonas Geirnaert en mijn spreekbeurt vanavond gaat over... uitstelgedrag. Zijn daar nu al vragen over? Nee? Dan ga ik verder met mijn spreekbeurt over uitstelgedrag. Wat is uitstelgedrag? Dat lijkt mij al iets goeds om mee te beginnen. Wat is uitstelgedrag? Wat is uitstelgedrag? Eerst iets kunnen drinken, een momentje. Uitstelgedrag, dat is gedrag dat je stelt als je bijvoorbeeld... je hebt een deadline. Dat kan voor iets heel banaal zijn, een huishoudelijke taak. Of iets groter, een opdracht dat je moet doen voor je werk. Een taak dat je moet afronden of indienen. Je moet ergens een soort presentatie gaan doen. En... rationeel gezien weet je van, als ik daar op tijd aan begin, dan gaat dat geen probleem zijn. Als ik zelfs daar direct aan begin, dan ga ik tijd genoeg hebben om dat goed voor te bereiden en gaat iets heel, heel goed zijn, kan nog aanpassen, kan repeteren enzovoort. Je weet dat allemaal, maar in de praktijk doe je dat niet. Je schuift dat altijd maar een beetje voor je uit. Dus je zegt van, oké, ja, die opdracht is daar... Maar ik heb nog veel tijd, dus ik ga daar nu nog niet aan beginnen. Dan komt in een deadline wat dichterbij, denkt van oké, ik heb nog altijd veel tijd, ik ga misschien al eens nadenken wat ik ga doen. Totdat in een deadline daar echt is en dat je in de situatie zit van oké, ik denk dat ik een probleem heb. En dan heb je twee soorten uitstelgedrag, denk ik. Dat is matig tot licht uitstelgedrag. En dat zijn de mensen die... dat zijn de mensen die dan wel nog in actie schieten. Hè? Dus die gaan dan zo 3 of 2 dagen voordat het zover is, gaan die nog snel iets klaarmaken, zodat die taak nog ergens op lijkt. Dus twee soorten. Licht uitstelgedrag. En dan heb je ernstig uitstelgedrag... dat is dat je gewoon zegt van fuck it, het is toch mislukt. Ik ga gewoon de dag zelf misschien nog iets doen, maar misschien ook niet. En dat is de situatie waarin dat je terechtkomt als je ergens totaal onvoorbereid zou staan. En dat is geen leuke situatie. Dus dat is zwaar uitstelgedrag.
Voilà. Ik vind het al goed. Moet ik hier een nieuwe dia invoegen? Recent. Ah, niet, wacht, hè. Wordt dat ook bij uitstelgedrag? Hulp inroepen op het laatste moment? Zeker. Nieuwe dia. Ah, super. Dank u wel. Nu, wat kunt je doen als je in die situatie zit? Dus een keer dat het te laat is, je staat daar, je moet iets doen, je moet een taak afgeven, je moet iets presenteren en je hebt je totaal niet voorbereid. Bluffen kunt je doen. En dat is de techniek, dus wat te doen bij uitstel... Ik ga stoppen met de tijd. Wat te doen bij uitstelgedrag... nee, wat ik ga toch opschrijven. Dus... Bluff is één techniek. En dat is dat je bijvoorbeeld uw toehoorders een beetje overbluft van oké, ik hoop dat zij even weinig of minder weten over het onderwerp dan ik. En ik ga gewoon een paar details zeggen of verzinnen ter plekke waarvan dat je weet van ja, ze gaan dat toch niet controleren of niet kunnen controleren. En op die manier lijkt het alsof dat je zelf eigenlijk wel heel veel weet over het onderwerp. Nu, die techniek van het bluffen, die heb ik niet uitgevonden. Dat komt van een Griekse filosoof. Akkoord. Ah, hier, dat is hem. Ja. En dat was Procrastines van... van Mileti. En die leefde van 490 voor Christus tot 420 voor Christus. En die heeft dus die techniek uitgevonden. Hij heeft die uitgevonden in 430 voor Christus. Hij ging dat in 440 voor Christus doen, maar dat is er niet van gekomen. Ik weet niet, ik denk dat... Ja, veel tijd moet ik niet meer. Een andere techniek is... dat is wel een risico aan verbonden, is dat je de bal eigenlijk in het kamp van de toehoorder legt door voor je te vragen van... Zijn er mensen die vragen hebben over het onderwerp? Want ik weet hier alles over. Zijn er mensen die vragen hebben over uitstelgedrag? Is dit uitstelgedrag of zijn er geen vragen over het onderwerp? Niemand die een vraag heeft over... Oké, misschien kan ik dan de vraag naar jullie stellen. Ah, nog een andere techniek is subtiel het onderwerp veranderen. Wie van jullie zegt er curryworst? Handen omhoog, wie zegt er curryworst? Ja. Wie zegt er frikandel? Oké, curryworst is fout. Ja. Voor eens en voor altijd, het is frikandel. Nog een allerlaatste ding misschien. Wat moet je doen als je zelf het slachtoffer bent van uitstelgedrag? Dus niet de dader, dat hebben we nu behandeld, maar als je het slachtoffer bent, dat je bijvoorbeeld ergens zit of een taak krijgt of een presentatie ziet, waarvan dat je denkt van, ja, die heeft er een beetje zijn voeten aan gevaagd. Probeer dat niet af te straffen. Want er zijn ook als dader, er zijn voordelen aan uitstelgedrag. Tijdswinst bijvoorbeeld. Je hebt mensen die 3 keer 180 kinderboeken lezen om een soort presentatie te maken. Dat zijn allemaal uren waarin ik andere dingen heb gedaan, duidelijk. Hoe goed dat het ook was, maar dat is een voordeel. Het nadeel is de enorme zenuwen waar je dan mee te maken hebt als je dan onvoorbereid ergens staat. Maar dus waar ik wou toekomen is, als je merkt van iemand heeft er zijn voeten aan gevaagd door uitstelgedrag, probeer dat niet af te straffen, want beeld u in van ja, wat als ik een keer in die positie sta, dat ik ergens iets moet gaan doen, dat ik totaal niet voorbereid heb,
dan wilde ook niet afgaan met boegeroep, maar liefst met een oorverdovend applaus. En ik denk dat mijn tijd nu ongeveer op is. Dank u wel. APPLAUS.